Schaars. Kujevic. Wat ertussen. Milevski. Laat hem niet draaien. Wint op de flank Jarmalenko. Oh, dat is een geweldige redding van Romero. Maar wat dekt daar? Zit daar op grote afstand. Jarmalenko. Jarmalenko. Maar uiteindelijk is het Jalins, omdat Jarmalenko even te veel tijd nodig heeft. Hoekschop Gusev. En niet binnengekopt door Leandro Almeida. Daar de indraaiende bal. Romero bokst weg. Opgevangen door Jarmalenko. En dan ligt er ruimte om te counteren als AZ snel schakelt. Schaars. Nu met veel mensen eruit komen. Hakjes mooi. Oh, wat een zwakke bal. Hele slechte paas. Ik dacht van Holmen. En dus is hier dan de omschakeling opeens aan de andere kant. Jarmalenko met links geschoten. Romero, Milevski. Nee! Wat een geweldige redding van Romero. Je had de pen al in de hand om de 1-0 te noteren. Maar die Argentijn heeft een razendsnelle reflex. Moreno. Simpel opgevangen door Bittau. Jarmalenko. Kan open draaien. Jarmalenko, Milevski. 1-0 heel vroeg in de tweede helft. En dan toch Milevski. Er staan heel veel mensen van AZ, maar niemand houdt die spits in de gaten. Moreno. Dan. Het is toch wel opvallend dat Dynamo Kiev nu zo ver terugzakt. Op het moment dat ze op voorsprong zijn gekomen, eigenlijk zijn ze meteen in de achteruit gegaan. Ja, en gaan ze spelen op de counter. En dat kunnen ze als geen ander. Met Jarmalenko, Milevski en zijn tweede. En de beslissing in de wedstrijd. En wat gaat dat gemakkelijk. Kijk eens even. 2-4. Maar ze verliezen het toch. Want niemand loopt mee met Milevski. Schaars. Je laat hem zo lopen. Blijkt gedaan voor AZ. Hier in Kiev en waarschijnlijk ook wat de kansen betreft in de Europa League. Moreno. Crossbal die terechtkomt inderdaad bij Holmen. Maar dan weet Wernbloem er uiteindelijk niks mee te doen. De wave rolt nu door het stadion. De fans van Kiev. Ze kunnen zich prima vinden in de formatie. En wat ze hier laten zien. Want hier komt wellicht de 3-0. Ja, nee. Dat scheelt heel weinig. Klaar staat Ziktorsson en Gudmundsson. Valkenburg, 3-dubbelen. Kijk eens even aan, die kwam ook nog. Nou, dat moet dan het schokeffect zijn. En nu is het hoop op een wonder. Vooruit denken. Dat is nog maar één manier. Nu opportunistischer gaan voetballen. Hopen dat die een keertje goed gaat vallen. Maar het is al 80 minuten lang hopen tegen beter weten. En Romero kan zich weer onderscheiden. Ja, ja, nee. Dat zou toch wat geweest zijn, zeg. Als Ziktorsson daar die bal had binnengelopen. Na het foutje van Kovo. En hij was er heel dichtbij. De enige kans van AZ in de tweede helft. Nu meteen oppas aan de overkant. Kusev en Romero. Nog maar eens een redding. De enige die een voldoende haalt aan de kant van AZ vandaag. De doelman. Het wedstrijd waar ze niet naar uitkeken. Moeilijke tegenstander, zeiden ze op voorhand. Maar 2 doelpunten van Milevski en 90 minuten voetballen verder.
zul je toch concluderen dat er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht was voor Dynamo Kiev. Het was veel sterker dan AZ. Makke schapen naar de slagbank liet leiden.